Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Meredith Yuruya. Ik moet de naam altijd goed uitspreken. Deze creatieve jonge dame. Die heeft een mode als haar passie. En wat ze er tot haar specialiteit heeft gemaakt is om mode, design, ontwerpen te combineren met een echte Surinaamse feel. En daar gaan we vandaag over praten. Wat Meredith allemaal in haar koker heeft op dit moment. Goeiedag Meredith en welkom erbij. Goeiedag, dankjewel. Thank you for having me. Graag gedaan, altijd. Laten we even kennis maken voor de mensen die jou nog niet kennen. Want ik ken jou natuurlijk wel al een beetje beter. Maar misschien de kijkers nog niet echt. Vertel in het kort iets meer over jezelf. Oké, ik ben Meredith Yuruya. Ik ben 26 nu. Ik ben een fashion designer. Eigenlijk zou ik mezelf meer dan een fashion designer noemen, want ik kan gewoon van creëren. So I'm basically an artist, maar meer gericht op fashion en fotografie en et cetera. Ja. So dat ben ik. Oké. Hoe heb je jouw talent ontwikkeld? Op een gegeven moment ben je erachter gekomen dat je een bepaalde voorliefde hebt voor fashion. En wat doe je dan? Om inderdaad jezelf te ontwikkelen. Want ik weet niet als er een scholing is in Suriname of als er een bepaalde traject is dat je moet afleggen om te gaan doen wat je doet. Oké, dus hoe het is begonnen. Eigenlijk vanaf jongs af eigenlijk. Mijn moeder is modiste. Ah, en dat verklaart een heleboel. Ja. Dus ik ging elke keer in haar werkkamer en dan nam ik stofjes, dus de restant stofjes, en dan maakte ik kleding voor mijn Barbie poppen. dus onbewust eigenlijk was ik gewoon daarmee bezig. En dan weet ik ook nog dat ik... ik wist niet eens wat fashion shows waren, maar ik maakte dan gewoon verschillende outfits voor die Barbie poppen. Ik had zeker 20 of 30 stuks Barbie poppen. Dus allemaal hadden dan gewoon aparte kleding en dan hield ik een soort van modeshow. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En op mijn 18e, toen ik dan op de HBO school zat, ik studeerde international business. En daarin hoor je over businesses en zo. En toen dacht ik van, weet je wat? Ik wil echt niet zo lang wachten om dus pas na mijn studie een business te starten. Dus wat wil ik eigenlijk doen? Dus toen ben ik na gaan denken. Er kwamen andere dingen bij, die uitgeprobeerd, niet gelukt. En toen dacht ik van, oké, wat is dichtbij mij? En toen zag ik van, hey, er is fashion. En toen zag ik ook gewoon Surinaam Fashion Week voorbij komen. Volgens mij was het de tweede of de derde keer. Ik dacht van, oh, dit vind ik wel leuk. Ik zou het wel willen meemaken. Dus eerst was het meemaken. Dus nog niet erin zijn. Want ik wist niet precies hoe ik moest beginnen. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En ik dacht ook, ik had ook zo'n idee van, hoe kan je mensen laten zien wat je allemaal kan? En dat is gewoon door iets te maken. Dus heb ik dat gedaan, samen met mijn moeder. En een fotoshoot gedaan. Dus eigenlijk zo is het begonnen. En ik wist niet eens dat het zo groot zou worden. Of dat ik dit gewoon als mijn baan zou hebben. En ja, zo is het begonnen. Oké, very nice. Very nice. Oké. En het mooie ervan is dat je het eigenlijk gewoon helemaal zelf hebt gedaan. Het is helemaal uit jezelf gekomen. En eigenlijk heb je de puzzelstukjes bij elkaar gelegd. En is dat nu wat je aan het doen bent? Oké. En wat ook het mooie, dus ook het, zei ik ook in het begin, wat ook het mooie ervan is dat je eigenlijk ook een beetje de kracht van Suriname wil laten zien in jouw ontwerpen en in je werk. Hè? Ja. Een van de dingen waarmee je bezig bent, wat je net vertelde, is de panjejurk of zo, hè? Ja, okay. Dat is natuurlijk heel erg, oké, panje, weet je, associeert toch wel een beetje met een Surinaams gevoel. Maar hoe pak jij dat aan? Hoe maak je het uniek? Hoe maak je het tot iets van jou? Dus ik ga je vertellen hoe ik eigenlijk op het idee ben gekomen om panjejurken te maken. Dus
eigenlijk hield ik niet heel veel van die pangi. Dus hoe mensen het droegen. Dus gewoon als een wikkelrok. Of waarvoor ze het gebruikten. Dus, maar ik vond die stoffen wel gewoon heel mooi. Dus kleurrijk en zo. En dan dacht ik van oké, hoe zou ik het willen dragen? Dus dan maakte ik gewoon... had ik 2 pangi jurkjes voor mezelf gemaakt. En toen ging ik gewoon op straat of zo. Of naar de winkel. Stoffen kopen. En mensen vonden het mooi. En ik dacht van oké, als mensen het leuk... Als mensen het mooi vinden, dan moet ik het misschien gaan verkopen. Dus zo is het begonnen. En dan nu zie je echt gewoon van... Like, everybody wants a pangi dress. Omdat het is... Ja, het is echt iets Surinaams. And, but like in a different thing. Dus wat ik doe... het is gewoon like die pangi cloth. Maar gewoon mooie, vrije, kleurrijke jurkjes voor... Voor dit weer vooral. Want die pangi is... katoen. Dus het is gewoon lekker breathable. En dus daarvoor deed ik het gewoon alleen met die African print aan de voorkant. Maar nu dus na mijn collectie. Ik had een eye collectie. Die had ik, dan had ik inheemse elementen ook gecombineerd in mijn designs. Toen dacht ik van oké, misschien moet ik het ook op die pangi jurken doen. Dus dan heb ik, heb ik die gecombineerd. En 2 maanden geleden heb ik die gelaunched. En people love it. En natuurlijk, in dit tijdperk is social media je beste vriend. Want dat is de plek waar je heel erg makkelijk kan showcasen. Zeker als je zelf ook fotografeert wat je allemaal maakt. Ja. Precies. Oké, waar ben je nog meer mee bezig behalve de pangi dresses? Ik hou, dus wat Lisa net zei, ik maak mijn foto's ook gewoon zelf. Ik hou van fotografie. Eigenlijk hou ik van visuals. Ik hou van video's. Ik kan nog niet zelf video's editen, maar ik hou wel van soort van directing of komen met concepten en dat doen. En ik heb laatst in verband met Vaderdag. Had ik zo een video gemaakt samen met Sulile. Zij had de poem geschreven en ik had de styling gedaan. Met het concept, ben met het concept gekomen en voor de rest directing. En dan hadden we ook gewerkt met Kreekwater Media voor film. Bjorn Botse. En het is... Dus toen ik het zag, dacht ik van wauw, dit is gewoon zo prachtig. Om gewoon creatief bezig te zijn, maar gewoon je eindproduct is ook gewoon prachtig. En dan toen, dus ik wist al dat ik van visuals eet en gewoon directing, maar dit keer heb ik het gewoon uitgeprobeerd en gewoon gezien dat het heeft gewerkt. En de reacties ook van de mensen, dus we hebben het op social media geshared, zonder een sponsored post. Zonder te sponsoren hebben we iets van 110 shares of zo gehad. En zoveel views. Dus ik was gewoon helemaal... ik was helemaal in... ik was blij. Een beetje in shock van... Oh, dit is echt super. Ja, maar eigenlijk maak je iets voor jezelf. En je bent gewoon blij dat het zo goed inslaat. Je bent een... Ik vroeg me af... Voor welke doelgroep aan mensen jij bezig bent te creëren. Want hoe doe ik dat verkeerd? Het zijn best alternatieve dingen. Als je denkt aan pannistoffen, dan heb ik wel zoiets van... ik denk niet dat de jeugd heel erg graag met pannistoffen zou willen rondlopen. Maar als je er inderdaad iets leuks mee doet, dan ben je aan de andere kant juist wel weer voor die doelgroep bezig. Omdat het best alternatief is. Heb je een bepaalde doelgroep in mind waar je zelf... zegt van even deze groep wil ik eigenlijk een verschil uitmaken? Ik heb niet echt een doelgroep of zo. Ik creëer waarvan ik hou. En ik zie dat mijn stijl ook gewoon aanslaat op het publiek. Dus basically iedereen die het leuk vindt, mag het kopen. Dus is niet dat ik, ik design specifiek voor deze mensen. Maar ik zie wel...
welke mensen mijn spullen kopen. Het zijn, dus behalve dat ik die pangjurken heb, heb ik ook gewoon andere kleding met van andere stoffen. Dus die zijn dus geen pangjurkenstoffen. Ja, natuurlijk. Je bent fashion designer, je doet niet maar één ding. Er zijn meerdere, meerdere lijnen waar je in werkt. Ja, dus, maar mensen die van aparte dingen houden. Dus mensen die ook dan, als ik naar hun profiel kijk, dan zijn ze ook geïnteresseerd in art, in gewoon alles, in visuals, in everything. Ja, dus ik creëer en mensen die het voelen, die een connectie voelen van oh, ik moet het hebben of het is zo mooi, het verhaal is prachtig. En de inspiratie van waar het komt, vind ik, like people can resonate with it, dan gaan ze het kopen. Dus ik heb niet een specifieke doelgroep. Ja, oké. Okay. Wel nice. Waar kunnen we je werk allemaal zien? Op social media neem ik aan? Ja, ik heb, dus op Instagram, ik vind dat je op Instagram alles beter kan zien, omdat je kan... Je kan je, je kan een soort van wereld creëren, dus met content, dus de kleuren die je gebruikt. So, dus op mijn social media, op Instagram, kan je dat gevoel eigenlijk krijgen die ik had tijdens het creëren of wanneer je zo'n outfit koopt. Op social media is het Mary Marian Official. Mary op who? Instagram. Mary Marian. Mary Marian, oké. Okay. Ja. M-A-R-Y-M-A-R-I-A-N. Ja. M-E-R-R-Y en daarna M-A-R-I-A-N. Ja, Mary. Oké, okay, goed. Oké, okay. Is makkelijker geweest als je gewoon Meredith was, maar goed. Oké, we moeten afronden, maar ik wil toch, ben heel erg benieuwd waar je eigenlijk nu mee bezig bent. Dus wat is het nieuws, het nieuwe waar, wat je aan het ontwikkelen bent? Waarmee ik nu bezig ben? Ik ben nu bezig met een resort collectie voor 2023. Er zijn, dus ik heb gekeken naar alle brands in de wereld en allemaal zijn gewoon een jaartje voor. Dus nu ben ik gewoon aan het preparen voor 2023. En die ga ik nog niet verklappen. Okay. Wanneer die collectie uit is, dan... Dan pas mogen we het zien. Oké, okay, heel erg duidelijk. Oké, okay, Meredith, hartelijk bedankt voor het gesprek. En heel erg veel succes toegewenst. Alle mooie dingen die je maakt uit Suriname komen. Dat is natuurlijk echt heel erg mooi. Daar moeten we trots op zijn. Dat we unieke dingen maken hier. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk ook mijn vision. Om gewoon kwalitatieve producten hier te kunnen maken en dan exporteren naar het buitenland. En dan gewoon een wereldwijde brand kunnen zijn. Maar echt gewoon met de tag made in Suriname. Dat is mijn streven. Nou, de visie is er, de drive is er, de creativiteit is er. Dus we're waiting for it. Yes, I am ready. Heel erg veel succes ermee. Hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen. Dankjewel, zal ik zeker doen. Oké, afgesproken. Thank you so much en succes. Thank you for having me. Graag gedaan. Bye. Bye. What we need is a little cute time. Dat was het leuke gesprek met Meredith Yuruya. Het is altijd leuk om te zien hoe jonge mensen die creatief zijn, gedreven zijn en met ons durven te delen wat hun dromen en ambities zijn. Check dus de Instagram page en andere social media pagina's van Meredith uit. Mary Marian is de titel en daar shared ze met iedereen wat haar nieuwste creaties zijn. Hopelijk heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.